Dat is doorheen, broer maar zeggen. Wij ook zeggen. Nee. Nee. Op uitnodiging van Ellen Lammers van de bibliotheek. Die heeft in de maand november allerlei activiteiten die dus te maken hebben met duurzaamheid. En ze vond dat het Repaircafé Almelo daar ook wel in paste. Vandaar de vraag neergelegd bij ons of wij hier met ons clubje naartoe wilden komen. En zie daar, wij zitten hier. Ja, want wat wordt er hier zoal aangeboden om te repareren? Nou, dat is eigenlijk van alles. Dat kan een oude klok zijn, dat kan een Senseo-apparaat zijn, een strijkijzer, een platenspeler, een cd-speler. Zelfs een elektronische papegaai hebben we al wel eens gehad. Een poppenwagen, bakovens, te gek om op te noemen. Moeten de mensen daar ook voor betalen? Nou nee, de mensen die kunnen hier bij ons binnenlopen en als ze vinden dus... dat de reparatie is gelukt of niet is gelukt, maar ze waarderen ons, nou, dan mogen ze een vrije gift voor geven. Ja. En daar kunnen jullie van draaien? Ja, gelukkig wel. Wij kunnen van de giften kopen wij gereedschappen die wij denken nodig te hebben. En wij besteden ook wel eens een deel van de inkomsten aan goede doelen. Dus instanties die maatschappelijk betrokken zijn. En, Met hoeveel mensen zijn jullie aan het werk meestal? Als ik het goed heb, bestaat onze groep mannen nou uit 12 reparateurs. En dan het bestuur, Geert, Riemek en ik zijn het bestuur van het Repaircafé. En dan nog een gastvrouw. We hebben 2 gastvrouwen en dat is gewoon heel belangrijk. Een paar gastvrouwen, want die verzorgen de koffie en de thee. Want de mensen krijgen bij ons een kop thee of een kop koffie aangeboden tijdens het wachten. Nou, wij zitten normaal in het klussenhuis van Avelijn aan de Kruisweg 2. En de mensen kunnen hun spullen meebrengen, maar ook de materialen die vervangen moeten worden. Zorgen jullie daarvoor of moeten de mensen dat ook meenemen? Ze worden ingeschreven door een van de gastvrouwen op een formulier. En daar staan onze spelregels op waar ze zich aan moeten houden. En dan wordt het apparaat naar een reparateur gebracht. En mocht dus blijken dat er een schakelaartje of iets defect is, dan vragen wij de mensen om dat onderdeel te halen, hier heel vaak bij Explorer in Almelo, of dat het via de website besteld wordt, kunnen ze direct het onderdeel ophalen. Dan wordt het vaak dezelfde middag nog erin gezet. Moet het besteld worden, dan komen ze de volgende keer gewoon weer terug en dan wordt het dan alsnog erin gesteld. Ik hoop dat het nog heel lang en heel duurzaam aan gedacht wordt om in Almelo zo te repareren. Ja. En met name dat woord duurzaam, dat is gewoon heel belangrijk. Want de mensen moeten steeds bewuster worden dat we niet alles zomaar weg kunnen gooien. Maar dat de mensen met hun defecte apparatuur voor een tweede kans bij ons langskomen. Dirk Balhuis, jij staat hier in een sportdepot. En dat moet jou enorm plezieren. Ja, dat doet het ook. Echt geweldig. We hebben er keihard voor gewerkt. Nou, zoals heel veel mensen weten, hebben we de speelgoedbank al en nu eindelijk ook het sportdepot. Dus nou kunnen we eindelijk ook de kinderen waarvan de ouders geen geld hebben, plezieren met sportkleding, sportschoenen. Iedereen kan nu ook gaan sporten hier in Almelo. Dat doe je niet alleen, want je hebt medewerking gehad van heel veel Almeloze sportverenigingen. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel sportverenigingen hebben sportartikelen ingezameld. We hebben dat samen met Sportbedrijf gedaan. Die hebben ons daarmee geholpen. Nou, onder andere Heracles, maar ook AVC Heracles. Ik moet zelf ook even op mijn spiekbriefje kijken hoor. De Uitsmijters 550, maar ook Uitsmijters Basketbalvereniging, Judovereniging, Bonnenbroek, Harbrinkhoek. Overal is het vandaag gekomen. Als jij om je heen kijkt, ben je dan tevreden met wat hier allemaal staat? Nou, ik ben super tevreden. Het is echt fantastisch hoeveel we binnen hebben gekregen. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat wat we hier nu zien, dat is ongeveer de helft van de voorraad die we hebben. Dus we hebben beneden in onze opslag nog veel meer staan. Dus ja, eigenlijk heb ik nog maar één droom en dat is een grotere ruimte. Want dan kunnen we nog meer kwijt en hebben we nog meer keus. Kan jij duidelijk nog even aangeven voor welke specifieke doelgroep dit allemaal bedoeld is? Ja, dat is voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om sportkleding te kopen of sportschoenen of wat dan ook. Je hoeft niet in Almelo te wonen. Wij zijn uniek in Twente, net als de speelgoedbank, dus wij zijn er voor alle kinderen in Twente.
En je hoeft geen lid te zijn van een sportvereniging. Kijk, als je bij een sportvereniging zit, is het natuurlijk logisch dat je schoenen nodig hebt of kleding. Maar we hebben ook gezegd, ook de kinderen voor de gymles op school hebben recht om bij ons de kleding op te komen halen. Goed, je geeft even aan dat er verschillende verenigingen zijn die jullie hiermee geholpen hebben. Maar een van de hofleveranciers is toch Heracles Almelo. En ik heb een bijzonder verhaal gehoord over Tim Breukers. Ja, dat klopt. De hofleverancier is Heracles Almelo. Die hebben behalve 6 dozen vol met kleding, heeft Tim Breukers besloten om ook al zijn schoenen beschikbaar te stellen aan het sportdepot. Dus we hebben ook een doos vol met schoenen van Tim Breukers gekregen. Je geeft al even aan dat de ruimte die je hebt eigenlijk heel beperkt is. Wanneer komt er een tweede sportdepot bij? Nou, het liefste zou ik zeggen morgen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, wij zijn afhankelijk van donaties. We krijgen geen subsidie, dus zodra iemand een grotere ruimte ter beschikking kan stellen, zijn wij de eerste die ja zeggen. Aanmelden bij jou? Aanmelden bij mij kan gewoon via het algemene mailadres van de speelgoedbank of het telefoonnummer van de speelgoedbank. Maar heb je een ruimte beschikbaar, meld het alsjeblieft. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Hallo gebroeders Blaak, wie is wie? Ik ben Stefan. En ik ben Martijn. Wat vonden jullie er zelf van? Ja, het is een heel bijzonder stuk om te spelen. Het is natuurlijk heel meditatief van karakter. En het is een reis die je maakt, de Canto Ostinato. En het was ontzettend fijn om hier te zijn met een heel aandachtig publiek. Dus dat is alleen maar mooi om te doen. Is dit de eerste keer dat jullie het in deze setting doen? Nou, dat mensen zo dicht op de vleugel zitten wel. Dat is ook de eerste keer dat we dit in Almelo doen. We hebben de Canto meerdere malen uitgevoerd. Ook wel dat mensen wat dichter erop zitten. Maar zo dicht mooi op het podium in een theater. Dat is de allereerste keer. En wat ons betreft is het zeker voor herhaling vatbaar. Alle twee ook als blazers begonnen voordat we als pianoduo verder zijn gegaan. Dus ja, dat zit wel in de genen. Maar waarom nou juist piano? Waarom juist piano? Nou, misschien was het wel omdat de piano bij ons in de woonkamer stond. En het was heel makkelijk. De piano die was altijd open, de klep was altijd open. Dus de loop naar de piano was altijd heel makkelijk. Waarschijnlijk het concert van de Stichting Kamermuziek Almelo. Ja? Waar wij sinds dit jaar programmeur van zijn. Dan vindt het volgende concert plaats in Theater Hof 88. En zelf zijn wij morgen weer onderweg. We zitten morgen in het westen van het land te spelen met z'n tweeën. En bereiden ons inderdaad voor op de komende concerten. Eind van deze maand en volgende maand. Voor de kerstdagen hebben we ook nog een aantal concerten staan. Hey, bedankt hè. Graag gedaan.